Dit blijft natuurlijk tussen ons. Hè. Ik bedoel, ik weet niet of jij een vriendin hebt of een vriend of zo. Dat gaat mij ook helemaal niet aan. Maar het lijkt me voor ons allemaal het beste dat jij wat hier vanavond gebeurd is zo snel mogelijk weer vergeet. Waarom? Heb jij een vriendin? Ja. Ja? Ja. En woon je met haar samen? Nee, dat nog niet. Nou, stel nou dat zij de voorgaande scènes had gezien. Hoe zou ze daarop reageren? Er is toch helemaal niks gebeurd? Nee, er is niks gebeurd. Maar hoeveel scheelde dat? Hey, je kunt je toch wel voorstellen dat als Wonan ons echt alleen had gelaten, dat wij dan wel degelijk onze kans gegrepen zouden hebben, of niet, Eddie? Ja, natuurlijk. Ja. Weet je, in tegenstelling tot wat hij vanavond zei, ik woon er helemaal geen verstand van verzekeringen. Hij werkt niet bij een bank, heeft er nooit gewerkt. Hij vertelt dat verhaal gewoon om jou te vangen, snap je? Als een vlieg in zijn web, snap je? Nee, ik snap het niet helemaal. Nee, ik ben jou een uitleg schuldig. Eerst wil ik jou eens iets persoonlijks vragen. En is een soort gewetensvraagje eigenlijk. Wat denk jij, Eddie? Zou jij jezelf kunnen offeren? Offeren? Ja. Ja. Zou jij in staat zijn om jezelf helemaal te kunnen geven, weg te geven, op te geven, prijs te geven. Kan je daar iets bij voorstellen? Maar waarvoor dan eigenlijk? Ja, precies, dat is precies de vraag. Ja, ja. Want wie iets offert, doet dat meestal omwille van iets of iemand anders. Hè? Ja. Een beloning waarvan het gewicht evenredig is aan het offer. Mm-hmm. De natuur verlangt van ons dat wij zo weinig mogelijk offeren met zoveel mogelijk resultaat. Dat is eigenlijk een economisch principe, maar de mens houdt dat voor een natuurwet. En dat is toch zo, Heidi? Ja, ja. Tuurlijk. Maar toch wordt het pas echt interessant als we van die zogenaamde natuurwet iets afwijken. Want uiteindelijk is het mooiste en meest volmaakte offer er een zonder beloning. Een volstrekt onzelfzuchtig offer. Je geeft iets op zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Alhoewel het van geen enkel offer ooit helemaal zeker is of je er iets voor terugkrijgt. Er is niemand, geen mens, geen God die een dergelijke verzekering biedt. En toch offeren sommige mensen zich maar al te graag op. Nou, niet iedereen, nee, toch? Nee, dat heb ik ook niet gezegd, toch? Nee. Nee, och nee, er zijn er genoeg die pertinent weigeren om zich te offeren. Ook al dreig je nog zo met geweld. Nee, die kunnen zich niet voorstellen dat er iets is dat hun eigen waarde zou overtreffen. Die hebben genoeg aan zichzelf, als een god in zijn eigen universum. Maar die eerste categorie mensen, Eddie, die is veel interessanter. Dat zijn namelijk de mensen die zich uit eigen beweging offeren. En voor wie het zelfs een lust is om zich te offeren, om zich ten dienste te stellen aan de verlangens van anderen. Ja, omdat ze dan zelf niet met de billen bloot hoeven natuurlijk. Snap je dat? Ja, ik geloof het wel. En ben jij nou ook zo iemand? Nou, dat... Nou, je hoeft het niet meteen te weten hoor. Dat is juist het spannende van ons spel. Om te onderzoeken hoe ver je daarin kunt gaan. En of die offerbereidheid kan worden vergroot zonder dat er iets tegenover staat. Ja. Het is toch maar een spel. Tuurlijk. Wat denk jij dan? Ja, ik begin het te doorzien geloof ik. Laat maar niks zeggen hoor. Dit is voor de televisie. Nee, dat is toch zo? Dit alles hier. Dit is zo'n spelshow, of niet? Toch? Ja, jij hebt een heel helder hoofd, Eddie. Dit is inderdaad een soort spelprogramma. Ja. En het is helemaal niet uitgesloten dat we het concept nog eens doorverkopen aan de televisie ook. Zeg, wat denk jij, zou je dan weer mee willen doen? Oh. Dat hoeft niet hoor. Sommige offers breng je maar één keer. Ja. Ja.
waarom hebben jullie dat allemaal niet meteen verteld? Ja, wat denk jij? Als wij dit spel met jou gespeeld zouden hebben vanavond, terwijl er hier zichtbaar een camera stond opgesteld, zou je dan even zo vol overgave hebben meegedaan als nu het geval is? Nee, er staat geen camera. Nee, echt niet. Echt niet. Maar stel dat er één stond, hè? Zou je dan net zo spontaan hebben overgegeven aan... Aan jou? Ja, aan mij, ja. Kom eens hier. Laat me je tong eens zien. Hoezo?